Yo, welkom bij een nieuwe Goed Face Fout. En vandaag gaan we de borst bespreken en we beginnen met de flat bench press. Wat erg belangrijk is bij de bench press is uiteraard de houding en de stang, hoe je hem vasthoudt. Ik hou hem graag een beetje in het midden vast. Dus niet de close grip, dat is vooral voor de triceps, en niet te breed. Ik hou graag mijn polsen gewoon recht, dus dat is erg belangrijk. En ik vind het fijn om de stang rustig naar beneden te zakken en explosief uit te stoten. Wat erg belangrijk is dat je je voeten op de grond houdt, dus niet in de lucht en niet op het bankje. Je mag eventueel een lichte rugholling hebben en je moet hem gewoon zorgen dat je hem recht naar beneden laat zakken. Dus niet bijvoorbeeld schuin of je ellebogen te ver naar buiten. Wat je hier ziet is dat je je voeten op het bankje hebt en de voeten in de lucht. Het heeft totaal geen toegevoegde waarde aan je benchpress. En op internet staat soms wel dat je daardoor je kan isoleren je borst, maar dat slaat helemaal nergens op. Dus dat zou ik in ieder geval niet doen. Hier zie je een te verkorte range of motion van de benchpress, waarbij je vooral de voorkant van je schouders zal verzuren. Verder met de incline benchpress. Wat erg belangrijk is bij de incline benchpress is dat je de stang iets hoger op je borst laat zakken. Dus boven tepelhoogte. En vooral bij de normale benchpress vind ik het fijn om op de borst echt te laten zakken. En dit heeft voor mij betere resultaten gegeven. Verder is de houding in principe eigenlijk hetzelfde. Voeten op de grond, bil op het bankje en een lichte rugholding mag eventueel. Vind ik zelf niet zo heel fijn. De polsen hou je uiteraard weer hetzelfde. En je laat de stang gewoon weer gecontroleerd zakken en explosief uitstoten. De incline benchpress wordt door de meeste mensen als een zwaardere oefening gezien. En zelf heb ik dat ook. Ik ga sneller op de flat benchpress omhoog dan op de incline benchpress. Je kan je voet even op de grond houden of je tegenaan. Zelf vind ik het fijn om hem op de grond te houden en dan te pressen. Want je voeten zijn ook heel erg belangrijk bij een benchpress. En zeker als het gewicht wat zwaarder wordt. En het wordt dus wat lastiger om die bar omhoog te krijgen. Wat je hier ziet is de verkeerde uitvoering waarbij de bil niet meer op het bankje is. En te veel holling in de rug. En te verkleinen range of motion uiteraard. Dus hier gebeurt er eigenlijk vrij weinig. Maar dat gebeurt wel vaker. Zeker als het gewicht wat hoger is. Verder met de incline dumbbell press. Dit is natuurlijk ook weer een oefening voor de bovenkant van de borst. En dat hoef je zeker niet te doen als je ook al de incline benchpress doet. De dumbbell is altijd lastiger dan een barbell. Omdat de dumbbell alle kanten op gaat. Dus je hebt meer stabiliteit en mobiliteit nodig. Zorg ervoor dat je de vooruit stoot. En niet te veel recht omhoog. Want dan zou je veel meer de voorkant van je schouders aanspreken. Zoals hier. Hier zie je verder ook nog een verkorte range of motion. En ik vind zelf een te holle onderrug. Daar ben ik zelf geen fan van. Verder met de weighted chest press, of in ieder geval zo noem ik hem. Ik vind dit vaak een leuke afwisseling. En ik probeer hem zo goed mogelijk te laten zakken en zo explosief mogelijk uit te stoten. Ik vind deze heel erg fijn omdat ik een goede squeeze voel, zeg maar, zo noemen ze dat vaak. En uiteindelijk gaan we verder met de verkeerde uitvoering waarbij een verkorte range of motion is. En hier voel je eigenlijk vooral, denk ik, de voorkant van je schouders. En verder met de dips. In mijn favoriete tricep oefeningen heb ik al mijn tricep dips laten zien. En hier zie je de chest dips. Wat erg belangrijk is bij de chest dips is dat je voorover buigt. En dat je de range of motion zo groot mogelijk natuurlijk maakt. Waardoor je die borst goed aanspreekt. Hier zie je dat. Goed voorover buigen. En goed zo ver mogelijk naar beneden zakken. En zo goed mogelijk weer omhoog. Wat je hier ziet is de verkeerde uitvoering. Dit zie je heel erg vaak in de sportschool. En dan gaan mensen bijvoorbeeld zelfs weighted dips doen. En dan doen ze te kleine range of motion. En niet voorover buigen überhaupt. Dus dan zou je weinig aanspreken. Verder met de cable flies. Ik vind het een hele goede. Ook weer een finisher. Je probeert je armen zo ver mogelijk naar achter te gaan. Een klein beetje gebogen. En dan hou je hem in het midden eventjes goed vast. Dus je houdt hem goed vast. Niet tegen elkaar aan de kabels. Maar echt goed vasthouden. En dan breng je hem weer gecontroleerd terug. En je houdt hem helemaal goed vast. Hier zie je hem vanaf de achterkant. Je ziet dat ik mijn armen goed naar achter doe. En dat ik hem eventjes vasthoud voorin. Dus goed naar achter weer. En helemaal naar voren. De verkeerde uitvoering waarbij je de kabels niet goed genoeg naar je toe brengt. En een te kleine beweging maakt. Waardoor je ook veel de voorkant van je schouder zo aanspreekt. En weinig je borst. Verder met de chest press machine. Ik ben zelf niet echt van de machines überhaupt. Maar ik vind deze wel redelijk fijn. Je probeert de machine dus gewoon recht vooruit duwen. Want elke machine kan je bijna alleen maar recht vooruit duwen. En je probeert hem even goed vast te houden voor die contractie in de borst. Vaak zie je mensen met te veel gewicht de oefening zo uitzien voeren. Dus een kleine range of motion. Waardoor je ook weer je schouders zal aanspreken en weinig je borst. En je zal weinig contractie voelen in je borst. Ik vind dit zelf een betere finisher. Omdat je hier een single arm chest press. Ik vind deze fijner om uit te voeren. En ik voel een betere contractie in mijn borst. Je moet hem natuurlijk goed uitstoten. Wat je hier niet ziet. En dit waren eigenlijk alweer de oefeningen. Dit waren wat minder oefeningen. Dit is vooral omdat ik ook weinig oefeningen voor mijn borst doe.
Doe in ieder geval een blauw duimpje omhoog. Abonneer op mijn kanaal. Binnenkort komt er weer een nieuwe serie. En dan zeg ik bedankt voor het kijken. Mazzel! So great for my city, I'm the realest one that's rapping. Oh my God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always rapping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I...